Bouwmatrassysteem is een redelijk oude techniek al. Eigenlijk voor het eerst toegepast in Nederland in 2000. En het behoeft aan het steeds sneller aanleggen van wegen. Nou, het bouwmatrassysteem biedt eigenlijk de mogelijkheid om snel een bezettingsarm systeem aan te leggen. En daaruit ontstaat vervolgens behoefte, als dat systeem vaak wordt toegepast, om daar een richtlijn bij te schrijven, zodat opdrachtgevers, maar ook andere marktpartijen een handvat hebben om dat ook te gaan toepassen. Belangrijk dat er een ontwerprichtlijn is om de markt een level playing field te geven. Dus dat er een consensus is over hoe een dergelijk systeem moet worden ontworpen. En daarnaast is het belangrijk dat opdrachtgevers een middel hebben om ook te kunnen toetsen of het systeem voldoet aan eisen en normen die ervoor van toepassing zijn. Er zijn inmiddels 3 richtlijnen verschenen. De allereerste is kort na 2000 verschenen, kort na de eerste toepassing van het systeem. Nou, daarna is geleidelijk aan het systeem steeds vaker toegepast. In de richtlijn zijn eigenlijk alle randvoorwaarden en eisen beschreven waaraan het systeem moet voldoen. Inmiddels wordt die ook toegepast onder landhoofden van kunstwerken, onder kraanopstellingen voor windmolenopstelplaatsen. En natuurlijk gewoon eigenlijk min of meer een standaard toepassing onderwegen is het inmiddels geworden. SBR Keurnet vervult een belangrijke faciliterende rol. Dus ze signaleren een behoefte, is er behoefte aan een richtlijn. En dan stellen ze een commissie samen en ze regelen een groot stuk van de financiering ervoor. Deze commissie is heel breed opgezet. Alle marktpartijen zaten erin. Dus moet je denken aan aannemers, maar ook leveranciers van geokunststofmateriaal, ingenieursbureaus, dus en kennisinstituten. En het lastige was omdat er uiteindelijk een richtlijn komt waar zoveel mogelijk consensus is, zodat er ook een breed draagvlak voor is.